Goed, gaan we door. Er zijn er in Chili beelden opgedoken van Paul de Leeuw, jaren geleden. Paul de Leeuw is een pedofiel, wordt nu geroepen. Nou, lijkt me duidelijk, onderhand. Het is vrij intiem tussen... Wat vind jij van Mojo? Ik vind het walgelijk. Dit vind je walgelijk? Ja. Ook hoe die hem kust en zo. Even normaal, man. Ja, ja, nee, ik word er ook heel ongemakkelijk van. Nee, maar dit is van jouw tijd, Jan. Kun jij dit nog herinneren? Ja, maar kijk... We zitten nu in een periode dat niets meer kan. Dus ja. Als je iets zegt, dan moet je met de dood bedreigd. Maakt niet uit van wat voor grapje. Dit is 1990. Maar dit komt uit de tijd uit de jaren 90 dat alles kon. En als ik dit nu zit te kijken, word ik er misselijk van. Dit is gewoon pedofilie. Ja. Dit is niks anders dan pedofilie. Dus die Chilenen, die hebben hartstikke gelijk. Paul de Leeuw is gewoon een smeerlap. Maar voordat we Paul de Leeuw echt beschadigen, want vlieg met me mee naar de regenboog Rainbow. Echt een mooi nummer. Ik heb je lief. Ja, vind ik oprecht een mooi nummer. Paul de Leeuw wel mooi. Echt, mijn pik valt uit mijn broek van wat er met jou gebeurd is. Wat is er gebeurd, vriend? Ja, ik vond het jou beter dan ik van jou. Houd even muziek op, man. Eerst een Black Lives Matter gelul van je. En je excuses voor alles en nog, want dan wil je Zwarte Piet afschaffen. En nu ga je een pedofilmpje van Paul de Leeuw goed praten. Nee, omdat het zo'n godverdomme leuk nummer, ik vlieg met je mee naar de regenboog Rainbow heeft gemaakt. Wat de fuck is er met je aan de hand? Ik probeer gewoon een beetje voor nuance te zorgen. Dit is toch geen nuance? Dat vind ik geen nuance. Straks, ik was vorige week nog een extreemrechtse fascist. Straks ben ik een linkse gekkie. Het kan snel gaan, denk ik. Ja, dat kan heel rap gaan.